Nou was gisteravond weer de pin-up club bij Veronica. En we hadden ook een erotische nachtfilm van Veronique. En dan mogen wij graag roepen dat dat schande is. Exploitatie van de vrouw als lustobject, smakeloos gedaan. Dus dat wij daar ver boven staan. Maar ik kijk natuurlijk wel. Ik bedoel, ik ga er niet voor zitten. Maar als mijn vrouw slaapt, dan glijd ik uit bed en dan knip ik hem aan. En dan blijf ik zo'n beetje toch even staan. Dat schijnt heel normaal te zijn bij mannen. BBC vertoont nu een nieuwe serie van Dennis Potter. Black Eyes komt nog bij de VPRO natuurlijk. En die gaat daar ook over dat mannen niet anders kunnen. Dat zit er nou eenmaal in, dat krijg je er niet meer uit. Mannen zien een vrouw bij voorkeur bloot. En bij al die erotiek van die televisie, plat gedaan, ordinair gedaan, is er altijd wel een moment dat je even een blote vrouw ziet, waarvan je denkt, oei, 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 oei. Nou. Maar dan doet ze even later de mond open en dan zegt ze bijvoorbeeld, ik voel mijn eigen het lekkers in de open natuur. En dan is het meteen weer over. Dan voel je een soort opluchting. Ha, gelukkig, ze is dom. Want domme vrouwen, die wouden wij niet. Hè? Nou zijn vrouwen over het algemeen veel intelligenter dan mannen. Een man wordt nooit zo wijs als de gemiddelde vrouw van 47 jaar oud. En er zijn ook hele mooie vrouwen die verschrikkelijk keen zijn. Maar blote vrouwen zijn per definitie dom op de televisie. Alle mooie blote vrouwen zijn ontzettend dom. De mooiste, blootste vrouwen zijn ongelooflijk stomme types. Brr, ons niet gezien. Ik weet wel dat ik discrimineer, maar je moet wel, want anders heb je geen leven, hè, voor de televisie tegenwoordig.